Wie langer dan 1 uur angstig is, die heeft een angststoornis. Wie minder dan 1 uur angst heeft, die heeft geen angststoornis. Voilà, zo ingewikkeld is het. Waarom mag iedereen maar 1 uur per dag krankzinnig zijn? De Universiteit van Nederland presenteert psychiater professor Dr. Damiaan Denies. Ik wil eventjes teruggaan in de tijd. 22 september 2011. Tweede Kamerdiscussie tijdens de algemene beschouwingen. Een discussie tussen 2 staatslieden, waarbij de ene zegt: doe eens normaal, man. En de andere staatslied zegt: doe eens lekker zelf normaal, man. En dan wordt er nog iets kleins gezegd. Dan zegt die ander weer: doe eens normaal, man. En zo gaat dat door. Tot 3 keer toe. 2 mensen in de Tweede Kamer die zeggen dat ze normaal moeten doen. Maar wat betekent dat dan, normaal doen? Wat is dan de norm? Wat had Mark dan moeten doen wanneer Geert aan hem zei: doe eens normaal, man? Eigenlijk had Mark moeten zeggen van: wel, Geert, wat bedoel je precies met normaal? Dat was een goed antwoord geweest. Want dan denk ik dat Geert het heel moeilijk had gehad. Wat normaal is, is niet evident. Wij weten allemaal wat normaal en abnormaal is, maar als je daar moet over nadenken, wat is nu normaal, wat is de norm, dan komen we dikwijls in de moeilijkheden. Het is lastig te definiëren. Het is bijvoorbeeld, wij vinden in onze maatschappij het heel abnormaal dat een kind van 9 een depressie heeft. Want die sturen we naar een psycholoog, naar een psychiater. Maar wij vinden het wel helemaal normaal dat op een zaterdagavond 100 mensen naar een grote zwarte doos gaan, 12 euro betalen, dikke bril opzetten om te kijken naar 2 uur lang zombies die elkaar de nek overbijten. Dat vinden we wel normaal. Ik vind dat niet normaal. Maar goed, je ziet, normaal, abnormaal, dat is heel subjectief. Dat hangt van wat iemand ervan vindt. En toch is het verschil tussen normaal en abnormaal heel belangrijk. Er zijn belangrijke consequenties aan verbonden. Je kan maar zeggen, ja, dat maakt helemaal niet uit, normaal, abnormaal, wij leven allemaal in de maatschappij. Nee, zo is dat niet. Er zijn echte belangrijke consequenties. Eentje daarvan, daar ga ik mee beginnen, is natuurlijk een juridische consequentie. Als je abnormaal bent, als je psychisch gestoord bent, dan krijg je natuurlijk strafvermindering. En ik herinner mij, vorig jaar was er een mevrouw in Thailand die werd opgepakt omdat zij haar 2 kinderen had opgegeten. Werkelijk opgegeten. En aan de hand bleek dat zij hallucineerde. Zij dacht dat haar kinderen varkens waren. En daarom had ze ze opgegeten. Een heel triest verhaal. Maar je snapt dat deze mevrouw, wanneer ze een ziekte krijgt, natuurlijk niet zo sterk veroordeeld zal worden. Let er trouwens op als je je kinderen varkens noemt in de toekomst. Dus het heeft een juridische consequentie, het heeft ook een financiële consequentie. Want vergis je niet, in Nederland zijn een heleboel normale, abnormale mensen, psychisch gestoorde en normale mensen. En dat kost heel veel geld. Dat kost nu ongeveer jaarlijks 7 miljard dat uitgegeven wordt aan de geestelijke gezondheidszorg. Dat was 10 jaar geleden 2 miljard. Dus in bijna een decennium is dat gestegen met 5 miljard. Heeft iemand een idee hoeveel mensen in Nederland psychisch gestoord zijn? Hoeveel psychisch ziek zijn? Echt officieel abnormaal? 1/4? U bent nog jong. Nog andere ideeën? 500.000. 500.000? Ik denk eigenlijk in procenten, maar het is meer. Het is 30%. 1 op 3 Nederlanders voldoet aan de diagnose van een psychiatrische stoornis. Maar u moet niet zo bang zijn, niet alleen in Nederland. 1 op 3 West-Europeanen voldoet aan die diagnose. Dus dat is wel geruststellend. Maar toch heel veel, dat 1 op 3 eigenlijk voldoet aan de diagnose. En dat heeft een financiële consequentie. Als je al die mensen wil behandelen, kost dat natuurlijk heel veel geld. Als je het criterium normaal-abnormaal wat verschuift, dan kan het heel goedkoop worden. Hey, waarom niet? Dat gaan we straks zien. En een derde belangrijke consequentie is een ethische. Het is misschien wat lastiger te begrijpen, maar toch is het heel belangrijk. Het is natuurlijk zo, als je psychisch ziek bent, dat dat gerechtvaardiger is dan dat je niet psychisch ziek bent. Dat klinkt een beetje raar, maar om een voorbeeld te geven, sommige mensen worden somber, depressiefachtig, als bijvoorbeeld moeder overlijdt. En anderen worden depressief, omdat ze gewoon depressief zijn. Het kunnen exact dezelfde klachten zijn. Bij de ene is het naar aanleiding van het overlijden van de moeder, naar de andere gewoon omdat men depressief is, omdat men de depressieve kleur, de diagnose krijgt.
In het ene geval krijg je geen recht op behandeling. Dan ben je gewoon een flauw persoon, je moet je gewoon sterk houden. In het andere geval ben je psychisch ziek. Dus er zit zo'n soort van ethisch aspect ook aan, van gerechtvaardig zijn, van lijden, als je het etiket krijgt. Hoe maken we nu duidelijk wat normaal en abnormaal is? Wie beslist dat? Wat is het criterium om te zeggen dat iemand psychisch gestoord is en wie niet psychisch gestoord is? En ik ga even in op 4 verschillende manieren om daarnaar te kijken. Het eerste is, en dat kunnen jullie ook allemaal, dat doen we eigenlijk vanzelf, wij vinden iemand abnormaal, psychisch abnormaal, als we het niet meer begrijpen. Dus het criterium van onbegrijpelijkheid is iets wat wij toepassen om te zeggen van die persoon die is ziek. Dat doen wij dagelijks heel snel. En ik wil eventjes verwijzen naar iemand die misschien kennen, Anders Breivik, deze man. Ik haal deze casus aan, die kennen jullie allemaal, dus de Noor die die verschrikkelijke aanslagen heeft gepleegd. Volstrekt normale man voor een lange tijd, totdat hij inderdaad die aanslagen pleegde, die bomaanslagen, die schietincidenten. En achteraf bleek dat die man een heel palet aan teksten had geschreven, bijna 1500 pagina's met allerlei verhalen over ridders en de tempelorde, waar het bleek dat die man misschien toch niet helemaal normaal was. Uiterlijk zag hij dat niet heel goed. Het criterium van begrijpelijkheid en onbegrijpelijkheid is cruciaal om te weten of deze meneer abnormaal is of niet. Wat hij doet is crimineel, maar de vraag is, is hij psychisch gestoord of niet? En die vraag krijgen experten, dat is niet zo heel makkelijk. Daarvoor kan je gebruik maken van een definitie, dan ga ik even de waandefinitie. Dit is de waandefinitie die gebruikt wordt om uit te maken of als iemand een idee heeft te beslissen of het ziekelijk is of niet ziekelijk. De definitie is een beetje complex, maar mijn punt is het volgende, en ik wil even kijken naar de volgende slide. Al de woorden die gekleurd zijn aangegeven, zijn voorwerp van controverse tussen experten. En ik ga er eentje uitpikken. A delusion, een waan, is een false belief, een vals onecht geloof. Nou, we hebben in de psychiatrie een soort van effect, dat heet het Martha Mitchell-effect. Heel onbekend, maar het is wel een interessant verhaal. Martha Mitchell was de vrouw van de advocaat-generaal die betrokken was bij de administration van Nixon in het Witte Huis. En die mevrouw die zei plotseling van, oh, ik heb het gevoel dat er illegale praktijken gebeuren in het Witte Huis. En die begon haar rond te vertellen. En de mensen dachten, die madame is gewoon helemaal gek. En ze werd dus opgesloten in een mentaal hospitaal, opgesloten met de waanstoornis die mevrouw is aan het wanen, in een ziekenhuis. Tot na een aantal maanden bleek in het Watergate-schandaal dat ze juist was, dat ze recht bij het einde had. En dat laat zien dat sommige mensen waanachtige dingen kunnen vertellen die eigenlijk bij nader inzien juist zijn. False belief is dus lastig om dat criterium hard te maken. Oké, een andere manier om naar psychiatrische stoornissen te kijken is sociaal constructivisme, zo heet dat met ingewikkelde termen. En dat gaat ervan uit dat psychische stoornissen eigenlijk gewoon constructen zijn. Iets wat we maken, die bestaan niet in de realiteit, we creëren die. Zoals wij woorden hebben, bijvoorbeeld het woord berg. Berg, ja, het woord berg is er, een berg bestaat niet. Zo zeggen mensen, psychiatrische stoornissen zijn constructen. Daar is geen realiteit. En ik ga een voorbeeldje geven, ADHD bijvoorbeeld. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ik kan je daar de vraag stellen, is dat werkelijk een stoornis? Of is dat iets wat wij als mens creëren omdat er iets misloopt? Ik las gisteren in de krant dat er 500.000 mensen met ADHD zijn in Nederland. 500.000, waar komen die plotseling vandaan? En dan denk ik, ja, misschien is ADHD echt wel zo, bij een klein aantal patiënten, maar het is ook wel een groot stukje inderdaad geconstrueerd. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn eigen kinderen, niet dat die ADHD hebben, ik heb 3 zonen, die zijn nogal heftig, maar als ik dan met mijn zonen of omwille van mijn zonen naar de school ga, bij de juffen in de lagere school, en ik zie hoe dat die opgeleid worden, waar ze allemaal in kleine groepjes moeten nadenken en ontwerpjes maken, dan denk ik van, dit is niets voor mijn jongens. Met andere woorden, het Nederlandse educatiesysteem is nogal feminien, als ik dat mag zeggen. Met die juffen en al die werkjes die moeten maken. Nee, jongens, die moeten gewoon... Dat moet er ingestopt worden. 1 × 1 = 1. 2 × 1. Zo hebben wij het geleerd. Zo hoort dat, met harde hand. En als dat niet gebeurt, dan krijg je natuurlijk van die drukke jongetjes die overal rondspringen. En dan zeggen ze ADHD. Maar nogmaals, dat geldt alleen voor een subgroep. Je kan ook zeggen van, kijk, psychiatrie is psychiatrie, iemand is abnormaal, omdat de experten dat vinden. Ik bijvoorbeeld. Ik zou kunnen zeggen, dit is psychiatrie. En er bestaat een handboek, dat heb ik hier bij me, dat heet DSM. En in dit boek kan je dus lezen wie allemaal ziek is, of althans, wie allemaal beantwoordt aan bepaalde ziektes. Daar staan gewoon lijsten in.
En in Wilders zijn er bijna 500 geworden. En je kan gewoon die criteria doornemen. En ik kan bijvoorbeeld eentje nemen. Eentje die veel voorkomt, dat weet ik. Ik kan bijvoorbeeld vragen, wie is er hier al in zijn leven angstig geweest? Ik denk toch wel iedereen op zijn minst, toch? Wie is er nog niet angstig geweest? Dat komt straks eventjes bij mij dan. Nee, de meeste mensen die zijn al wel angstig geweest. Wie heeft een angststoornis? Dat mag ik eigenlijk niet vragen. Hè. Dat hoeft hij ook niet te zeggen. Maar goed. Het verschil tussen angst hebben en een angststoornis in het boek der experten. Weet jullie wat dat is? Dat zal ik u eens verklappen. Na het in het boek gelezen te hebben. 1 uur. Wie langer dan 1 uur angstig is, die heeft een angststoornis. Wie minder dan 1 uur angst heeft, die heeft geen angststoornis. Voilà, zo ingewikkeld is het. Je kan er ook op een andere manier naar kijken, dat vind ik veel plezier. Je zou kunnen zeggen van, oké, ik mag 1 uur angstig zijn per dag in mijn leven. Kijk eens, toch leuk, hè? We zijn geboren met een soort van tegoedbon, recht op 1 uur waanzin per dag. Zo is het nu. Dat had ook een kwartier kunnen zijn. Dan hadden veel meer mensen in de problemen gezeten. Maar goed, die DSM is een handboek en daar is ook veel kritiek op. Ik ga eventjes een experiment met jullie delen dat al langer bestaat en niet goed bekend is, maar wel heel mooi aantoont dat die zogenaamde experten, ook mezelf, zich dikwijls kunnen vergissen. En dat heet het Rosenhan-experiment. Een Rosenhan-experiment is van meneer Rosenhan. En die zei, ik ga eens testen of die psychiaters wel zo zeker zijn van een diagnose. En wat hij deed, hij zocht 8 van zijn meest beste medewerkers, allemaal psychologen die goed thuis waren in de psychiatrie, bij elkaar, en zei, we gaan het volgende doen. Je gaat in Amerika naar een aantal belangrijke psychiatrische instellingen, je klopt op de deur en je zegt, ik hoor een stem. En die stem die zegt, leeg, hol, ik weet niet wat allemaal. En dan hoop je dat je opgenomen wordt in de psychiatrische instelling, want je hebt een stem, je hebt een hallucinatie. En de volgende opdracht was aan die mensen, zodra je binnen bent, stop je met simuleren en zeg je van, ik heb de stem niet meer, ik ben perfect gezond. En je probeert ook dat voortdurend vol te houden en zo snel mogelijk terug buiten te komen. En de vraag is natuurlijk dan, hoe lang bleven die mensen in die instelling zitten? Wat denken jullie? Zitten er nog? Nee, dat niet. Het was in de jaren 70. Gemiddeld 19 dagen. Het kortste was 8, het langste was 52 dagen. De mensen, die directeur van de instelling, de psychiater, waren razend, natuurlijk. Dat ondergraaft je kennis. Dus zei Rosenhan, we doen een tweede experiment. We gaan het anders aanpakken. Ik ga de komende 3 maanden opnieuw een aantal van mijn pseudopatiënten naar jullie instelling sturen. En jullie moeten proberen achterhalen wie het zijn. Nou, dat vonden ze een goed idee. Zo gezegd, zo gedaan. 3 maanden. Op het einde van de 3 maanden kwamen ze met een rapport en zeiden, oké, er zijn in totaal 148 mensen opgenomen. 42 daarvan, wij zijn er heel zeker van, dat zijn pseudopatiënten. Die zijn het helemaal niet. En 43 zou kunnen, maar daar zijn we niet zeker van. Ja, zei Rozen dan. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik in werkelijkheid niemand naar jullie instelling heb gestuurd. Dus ook voor psychiaters is het zo dat zij de abnormaliteit niet konden vaststellen. Daarom zijn de psychiaters en is de wetenschap zo geïnteresseerd in de neurobiologie. Wij willen objectieve parameters. Wij willen graag iets in de hersenen zien. Een soort van afwijking in het bloed, waardoor we kunnen zeggen van dat is het. Daarom is iemand ziek. Net zoals bij diabetes, net zoals bij hypertensie, willen wij een getal, een biomarker of iets in de hersenen. En ik wil even laten zien dat er heel veel onderzoek naar wordt gedaan, maar ook dat je daar voorzichtig moet mee zijn. Ik ondergraaf een beetje mijn eigen vak, maar ik vind het zo belangrijk dat ik het toch wel met jullie wil delen. En dat is het volgende verhaaltje. Een van die onderzoekers die zoveel onderzoek deed naar neuroimaging scans bij patiënten en ook testen deed over sociale context, een beetje zoals Diederik Stapel, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dan met imaging. Die stond op een bepaald moment de vrijdag op de vismarkt en die dacht van, zal ik eens een klein experimentje doen? En hij stond aan een viskraam en hij zei, ik wil een grote Noord-Atlantische zalm. Oké, waarom niet? Hij kocht de zalm, bracht hem mee naar zijn lab en hij legde de zalm onder zijn scanner. Een dode Noord-Atlantische zalm. En hij zei tegen de zalm, oké, we gaan nu een experiment doen. Je gaat naar plaatjes kijken van mensen die sociaal gestoord zijn en dan moet jij eventjes aangeven
hoe die mensen er uitzien. Slechte en goede relaties. Zo gedaan, de man vroeg het aan de zalm. Helaas, de zalm wou niet meewerken. Maar hij deed toch het volledige experiment, liet alle plaatjes zien, haalde de zalm uit de scanner en begon te analyseren. En wat bleek, op die plaatjes zag je namelijk, hier zie je de zalm, dingetjes oplichten, bepaalde hersenactiviteit. Je zag namelijk bepaalde puntjes die aantonen dat die dode zalm actief was tijdens het tonen van die plaatjes. Wat alle andere mensen ook doen. Nou goed, dat is een verhaal om te laten zien dat je heel voorzichtig moet zijn met het interpreteren van imagingonderzoek. En deze onderzoeker liet zien dat met één zalm je eigenlijk heel gekke dingen moet aantonen, kan aantonen. En dat je, als je het goed wil doen, heel veel statistiek moet doen en grote groepen mensen moet analyseren. Oké, ik wil hiermee eindigen. De vraag was van, oké, wat is normaal en abnormaal? Helaas weten we het niet. Dus mijn advies aan jullie is, zoek een psychiater, hou hem te vriend. En de vraag die we gaan opwerpen de volgende keer is van, wat is nu een echte psychiatrische stoornis?